anders in het stilleven sta. Ik maak dus geen stillevens, ik ben bezig met de realiteit. Een ander voorbeeld daarvan is deze serie, die zit er allemaal nou goed voor. Deze serie heet Framed. Ik had deze lijst, dit ding, en dat zet ik willekeurig ergens in het atelier. En dat was dan mijn werkelijkheid, daar moest ik het mee doen. Deze lijsten, die staan eigenlijk heel laag, die staan zo schuin op een ding, of een vaasje, of wat dan ook. Anders aan de muur staan, heeft niemand in de gaten eigenlijk, hoe schuin je hier eigenlijk opkijkt. Dus ook dat geeft weer een draai aan je beleving van werkelijkheid en ook van het stilleven. En tot slot wil ik te afsluiten met één schilderij, tenzij u er nu al genoeg van hebben. Nee? Nou, dan moet ik bekennen, ik ben geen gelovig iemand, maar kan een niet-gelovig iemand toch een religieus schilderij maken. Dat hoop ik, dat heb ik hier geprobeerd. Ik zal wat dingetjes aanwijzen. Blijf even zitten. Dit betekent, Cassine Picato est, wie zonder zonde is, werp ik de eerste steen. Nou, die eerste steen is geworpen, die ligt daar. En dus, ja, wat we daarvan moeten maken, weet ik niet, maar er is door het ruit van dit kastje, kunnen jullie het ook zien, een steen geworpen en daarmee is dit beeld gesneuveld. En dat is Anna, de moeder van Maria, die Maria lesgeeft. En hier is nog een stukje van het boek te zien, wat Maria vasthield. Maar het is allemaal kapot gegooid. En daarbij is ook het licht uitgegaan, dat is daar. En misschien weet je dat heilige beelden, ja, die hebben een stralend areool. Dat is warmte vanuit het beeld. Dit is allemaal ijskoud. Het zijn hele agressieve glaspunten die als een negatief areool naar binnen gaan. En eigenlijk is er al eerder een aanslag op dit kastje gebeurd. Hier zie je sporen van het breekijzer. En hier zie je nog het originele scharnier. Hier zie je een spijker doorheen. Iemand heeft toch geprobeerd daar iets aan te doen, maar heeft het hersteld. En in deze grote glasscherf zie je ook mij. Maar als waarnemer. En dan kom ik weer terug bij dat realisme. Ik neem alleen waar. Ik heb er geen oordeel over. Het is wat het is. En ik ben daar dan getuige van. En toch is er ook iemand geweest die bij deze barbaarse gewelddaad, want ik ben wel dom op religieuze kunst, omdat ik namelijk vind, hoe naïef ik misschien het geloof vind, hoe zuiver dat gemaakt is. Want als je echt gelooft in een opperwacht, in een God waarvoor je dat doet, dan doe je dat zo zuiver mogelijk. Waar wij met de kunst dan wel eens wat aankloten, daar zit je met religieuze kunst toch vaak weer heel oprecht en zuiver bezig. En zo is ook dit beeld gemaakt en ook dit kastje waarschijnlijk bedoeld. En als je ook goed kijkt, zie je hier in blauw nog een kruis. Een soort blauw kruis. En iemand heeft toch gedacht, ik ga redden wat er te redden valt. En die heeft de lijmtangen opgezet. Die is met velpen in de weer geweest. Is misschien futiel. En eigenlijk lachwekkend, maar het geeft ook alweer hoop. Daar mag ik wel. Heel graag.